Hi, ik ben Glenn, Google Workspace Consultant bij G-Company. En vandaag heb ik een collega-expert meegebracht, Jonas Aerts. Welkom Jonas. Hey. Zeg Jonas, anno 2022 spenderen we met z'n allen veel te veel tijd in onze mailbox. Maar je hebt een aantal tips en tricks meegebracht die tijd aanzienlijk kan verkorten. Vertel eens. Ja, we spenderen inderdaad veel te veel tijd in onze mailboxen. En wat we vandaag gaan proberen te bekijken is 5 tips om voor dat inbox zero idee te gaan, om ervoor te zorgen dat er geen open e-mails meer staan op het einde van je werkdag. Die 5 tips, heel kort, die we gaan bespreken zijn werken met sneltoetsen, die bestaan binnen Gmail, doorsturen uit chat. Vaak worden chatberichten ook als e-mails verstuurd, maar niet effectieve e-mails. Snoezen van e-mails en hoe je dat kan beheren. Het type inbox kiezen dat je hebt en met die types inbox je mails beter kunnen beheren. En als er ellenlange e-mailgesprekken zijn, die daar stoppen en daar een afspraak van maken in Google Meet om ermee verder te gaan. Klinkt goed. In de eerste tip ga je het dus hebben over sneltoetsen. Ja, ik ken er natuurlijk ook wel een paar, maar ik ben eens benieuwd welke dat jij hebt meegebracht voor ons vandaag. Ja, het gaat heel concreet over sneltoetsen om naar je inbox te gaan, mails op te stellen, mails door te sturen, mails te gaan archiveren, te gaan labelen, verplaatsen, dat soort zaken. Right, dus de eerste tip gaat over sneltoetsen in Gmail. Ik ga even naar mijn mailbox. In mijn mailbox, zoals je dat kan zien, rechtsbovenaan even checken of die sneltoetsen aanstaan. Dat doe je door op dat tandwielicoon te klikken en dan alle instellingen bekijken. Dan kom je in die mailbox en dan moet je even scrollen naar beneden tot je sneltoetsen tegenkomt. Hier aan de linkerkant staat die. Die staat nu uit, dan moet je wel even aanzetten. Ja, anders kan je niet met sneltoetsen aan de slag uiteraard. Even aanzetten, naar beneden scrollen, wijzigingen opslaan, klaar. Nu ben je klaar om ook effectief met sneltoetsen aan de slag te gaan. Ja, om te zien welke sneltoetsen er allemaal zijn, toets je op je vraagteken op je toetsenbord en dan krijg je dit overzicht te zien. Dat zijn er heel veel, dat zijn allemaal sneltoetsen. En die gaan we zeker niet allemaal bespreken. Er zijn er een paar en daar komen we zo dadelijk op terug. Wat je hier wel ziet, is dat er op sommige computers Ctrl plus een bepaalde toets staat en bij andere staat er Command plus. Dat is het verschil tussen Windows computers en Mac computers bijvoorbeeld. Wat wij gaan doen, heeft geen betrekking op Ctrl of Command. Die laten we eruit, die sneltoetsen. We gaan het over algemene sneltoetsen hebben die interessant zijn voor alle computers. Een eerste die ik heel vaak gebruik, dat is als ik een mail wil gaan opstellen, is op de C klikken op je toetsenbord. De C, dan ga je een e-mail opstellen. C van Compose in het Engels. En als je dan een geadresseerde toevoegt en eventueel een onderwerp, en eventueel inhoud, dan kan je al snel aan de slag met het mailtje zelf en dan kan je dat gaan verzenden. Nu, verzenden, dat is dan Ctrl plus Enter of Command plus Enter, hup, mailtje verzonden. Dus dat zijn de eerste sneltoetsen die ik heel vaak gebruik. Nou, stel nu dat je e-mails binnengekregen hebt en je wilt een paar van die mails gaan labelen bijvoorbeeld, dan kan je, zoals je waarschijnlijk weet, kan je nog een paar mails selecteren. Maar dan, in plaats van dat je daar bovenaan die icoontjes gaat gebruiken en labels gaat geven, kan je ook gewoon de L gebruiken op je toetsenbord. L op je toetsenbord en je geeft de naam van je label in. En je drukt op Enter en je hebt een label gegeven. Ben je eerder iemand die zegt, ja, label is heel fijn, maar ik wil bijvoorbeeld gaan verplaatsen naar. Ik wil mijn mails gaan verplaatsen naar een bepaald label in mijn inbox. Dan kan je ook op de V klikken. En dan ga je je mails verplaatsen naar dat specifieke label. Bijvoorbeeld hier status. Dus C, L, V, dat gebruik ik heel vaak. Dat zijn heel handige zaken om mee verder te kunnen. Heb je een mail geopend, bijvoorbeeld deze mail, als je die geopend hebt, dan kan je verder gaan en dan kan je in je mail zelf ook zeggen, ja, deze mail wil ik archiveren, uit mijn inbox halen. Archiveren is de E op je toetsenbord. En dan wordt die gearchiveerd. Nu eentje misschien een beetje verdergaand op wat we daarvoor deden. Daarjuist heb ik een mail geopend door effectief naar die mail te gaan en te klikken. Maar je kan ook de K en de J op je toetsenbord gebruiken en dan ga je naar een vorige of een volgende mail. Stel dat ik wil scrollen door mijn mailbox, dan kan ik dat ook op deze manier doen met de K en de J en dan op Enter duwen. Gaat mijn mail open en dan kan je uiteraard weer L om te labelen, V om te verplaatsen, E om te archiveren enzovoort enzovoort.
Nu heb je net een mail gestuurd en denk jij, het is misschien interessant om naar mijn verzonden mails te gaan. Of zit je in je verzonden mails en wil je terug naar je inbox? Dan zijn er een aantal toetsencombinaties die erg interessant zijn. En het gaat altijd over de G van Gmail. En dan heb je de I, de T en de B. En dat zijn de drie meest gebruikte die heel erg handig zijn. G en T op je toetsenbord brengt je naar je verzonden e-mails. Dat zie je ook bovenaan. Staan hier ook verzonden e-mails. Wil jij terug naar je inbox, als je in je verzonden mails zit bijvoorbeeld, dan doe je G plus I op je toetsenbord, kom je terug naar je inbox. En als je, en dat hou ik dan expres voor op het einde, als jij iemand bent die heel graag mails gaat snoezen, stel ik heb de bovenstaande mail gekregen, en die mail wil ik gaan snoezen tot op een volgend moment, dan klik je op de B op je toetsenbord, en dan ga je kunnen bepalen tot wanneer je je mail gaat snoezen. Jammer genoeg bestaan daar nog geen sneltoetsen voor, maar goed, laat ons zeggen volgende week. En als jij dan een overzicht wilt van, hey, waar staan al die gesnoezde mails in mijn mailbox, dan doe je G plus B. En dan kom je bij je gesnoezde mails terecht. Maar dus op die manier moet ik niet klikken in mijn mailbox en kan ik heel snel aan de meest gebruikte onderdelen om dan mijn mails te gaan beheren. Beetje tijdswinst en met tijdswinst natuurlijk meer tijd voor koffie. Klinkt echt superhandig, die sneltoetsen. Heb je nog zoiets? Ja, ik heb nog wel een paar tricks up my bag. Eentje is bijvoorbeeld als je in chat zit. Dus stel, wij zijn aan het chatten met elkaar. En ik vraag jou iets en ik denk, ja, daar moet ik later nog iets mee. Dat moet ik nog opvolgen. Ik moet er voor mezelf nog even een reminder voor hebben. Dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, kan jij dit uitwerken? Bijvoorbeeld, en een heel handige functionaliteit in Google Chat is dan, dat je in elk chatgesprek dat je hebt, aan de rechterkant, dat je de mogelijkheid hebt om dat door te sturen naar jouw inbox. Dus je maakt eigenlijk van een type chatgesprek, maak je een mail voor je inbox. Dus je kan dat doorsturen. Dat komt dan in je inbox terecht. Dit is mijn chat die ik in mijn inbox gezet heb. En zoals ik daar juist gezegd heb, natuurlijk ga je dat niet zomaar beheren. Maar je gaat die selecteren en je gaat op de B klikken om te gaan snoezen. Dan snoes je dat bijvoorbeeld tot volgende week. En volgende week komt die mail gewoon terug. En weet jij, hey, dat heb ik gevraagd aan die persoon. Dat moet ik nog even opvolgen. Het woord is gevallen, snoezen. Ik ben een geweldige fan van snoezen als het op mijn wekker aankomt 's ochtends. Maar ik weet toevallig dat jij de laatste tijd volledig in de ban bent van snoezen in Gmail. Vertel eens. Ja, snoezen van een wekker, misschien om daarmee te beginnen, daar is iedereen wel fan van. Maar als je dat kan doortrekken naar je mailbox, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal fijn. Het idee van snoezen is altijd het volgende. Net zoals bij je wekker, er zijn bepaalde mails die je misschien niet meteen moet gaan opvolgen. Wat je misschien later wilt plannen in een week. Maar die zitten nu al in je inbox. Dat is vervelend, dat is lastig. Dus wat je zou kunnen doen, is zeggen, ik ga bepalen wanneer ik met die mails aan de slag ga. Ik selecteer ze en ik snoes ze tot een ander, later moment in de week. En als dat moment er is, ja, dan komen die gewoon terug in mijn mailbox en dan kan ik er verder mee aan de slag. Dat is het idee van snoezen. Nu, hoe gebruik ik dat zelf? Op een aantal manieren. Er zijn mails die in mijn inbox zitten die ik ga snoezen, waarvan ik denk, niet vandaag. Waarom niet? Inbox zero, zoals ik net gezegd heb. We willen zo weinig mogelijk mails op het einde van de dag. Maar ik trek het nog ietsje verder. Daarjuist heb je al gezien hoe dat we dat doen met chats. Dus met chats, omdat daar ook informatie uit binnenkomt, die ga ik ook proberen snoezen. Maar tot slot kan je dat ook met verzonden e-mails doen. En dat vind ik wel een handige. Want als je ook met verzonden e-mails aan de slag kan om ze te gaan snoezen, wel, als iemand dan op jouw verzonden mail antwoordt, komt die gewoon in je inbox terecht. En ja, dan is het snoezen opgehoffen. Dus dan moet je er zelfs niet meer aan denken. Dat, die drie samen, is waarom dat ik snoezen heel erg interessant vind. Vertrekkende vanuit de inbox, één of meerdere mails waarvan je denkt, doe ik vandaag echt niet. Dan kan je bovenaan op het snoes-icoontje klikken of op de B, de sneltoets. Kies je zelf. En dan kan je kiezen tot wanneer je die gaat snoezen. Later vandaag, morgen, dit weekend enzovoort. Je kan een datum en een tijd kiezen. Bijvoorbeeld over 2 weken. Je kan er nog een tijd aan geven als je dat zou willen. Mensen die bijvoorbeeld in een salesmatige rol zitten, is dat ook heel handig. Want als iemand zegt, ja, laat me nu even rustig mijn ding doen en kom er over een paar maanden op terug. Geen probleem. Dan snoezen het over een paar maanden, kom ik er dan op terug. Maar dus, je klikt hier op opslaan. Wat gebeurt er met jouw mails? Die verdwijnen uit je inbox.
Die mails die komen aan de linkerkant in je menu, komen die in een onderdeel gesnoezed, komen die te staan, hier zo. En je ziet in dat onderdeel gesnoezed wanneer ze terug in je inbox gaan binnenspringen. Wat gebeurt er dan bij dat binnenspringen? Dan komen ze terug bovenaan in je inbox te staan en je krijgt dat mooie oranje, die indicatie hier aan de rechterkant, die krijg je ook te zien, je hebt dat zo lang geleden gesnoezed, die mail. Heel erg interessant om dat te snappen. Om dat dus verder te trekken, als ik verzonden e-mails heb, die bij mijn verzonden mail staan, bijvoorbeeld een chatgesprek hè, tussen ons twee, dan kan ik die ook gaan selecteren en ook die kan ik bijvoorbeeld terug naar mijn inbox brengen, door hierop te klikken, en kan ik ook gaan snoezen, omdat ik weet, ja, hier moet ik later nog iets voor gaan opvolgen bijvoorbeeld. Laten we zeggen dat ik dan hier een standaard neem, die zij hier aanbieden bij Google, up, volgende week, dan is ook deze mail gesnoezed tot volgende week. Ja, dat laatste hebben we juist al laten zien, maar chatberichten, ik kan niet zeggen hoe vaak ik in een chatgesprek zit en dat ik denk, ja, dit moet ik, eigenlijk moet ik dat nog opvolgen, maar ik ga het echt niet noteren op een van mijn zoveel post-its of in een van mijn boekjes of whatever. Nee, dan ga ik veel liever in een chatbericht naar dat chatbericht en dan dat bericht doorsturen naar mijn inbox om er een aparte e-mail van te maken, zodat mijn e-mail-inbox mijn centrale hub blijft voor alle informatie. En dan nadien, als ik in mijn inbox zit, die ene of meerdere e-mails opnieuw snoezen tot een moment waarop ik denk, ja, nu zijn ze relevant voor mij. Allemaal omwille van het idee dat we op het einde van de dag zo weinig mogelijk mails willen hebben en zoveel mogelijk mentale rust. Eindelijk geen mails meer in de inbox. Dus eigenlijk met dat snoezen laat je Gmail gewoon het werk voor je doen? Dat is het idee. Gmail zoveel mogelijk voor jou laten werken. En in het volgende, met meerdere inboxen, kunnen we dat misschien nog een stapje verder laten evolueren. Wat veel mensen niet weten is dat je hebt een standaard inbox die je krijgt hè, bij Gmail. Maar dat is maar een suggestie. En je kan er zelf mee aan de slag. Ja, er zijn 5 types inbox waar je echt vrij veel aanpassingen in kan doen nog. En daar willen we eentje van laten zien en dat heet meerdere inboxen of in het Engels multiple inboxes. Wat willen we daarin laten zien? Dat is opnieuw, denk aan dat inbox zero idee. Zo weinig mogelijk mails in je inbox en zoveel mogelijk op plekken waar jij eventueel iets anders mee gaat doen. Je begint door rechtsbovenaan op je tandwielicoon te klikken en dan krijg je de snelle instellingen te zien. Als je dan naar beneden scrolt, dan krijg je types inbox te zien en een van die types inbox heet meerdere inboxen. Kleine noot, we spreken hier over meerdere inboxen, maar zoals je ziet, er zijn nog andere inboxen waar je mee aan de slag kan, dus speel daar gerust mee. Ze zijn nooit definitief, je kan het altijd terugzetten. Meerdere inboxen, dus ik ga die even selecteren. En wat ik dan ga doen is hier op aanpassen klikken. Waarom ga ik dat doen? Als je vertrekt van een idee inbox zero, dan kan je er dus voor zorgen dat je in die meerdere inboxen verschillende onderdelen in je mailbox hebt waar je bepaalde mails naartoe brengt. En dat doe je door bepaalde zoekoperatoren in te geven. En die, zo zijn er heel veel, we gaan er nu een paar proberen te belichten. We gaan het doen op basis van labels die wij geven. Er zijn 3 labels die denken wij interessant zijn. En dat is een to-do label, een follow-up label en een te lezen label. En die zaken, als je die goed gaat beheren, dan ga je zien dat je effectieve inbox waar je nog iets mee moet doen, waar je dan op dat moment iets mee moet doen, beperkt blijft. En je to-do inboxje, of je te lezen inbox, of je follow-up inbox, dat die aparte onderdelen worden. Ja, en dan wordt het weer interessanter om op dagelijkse basis met je mailbox om te gaan. Wat je doet hier in die meerdere inboxen, dat is secties die je hier hebt gaan definiëren. Die secties ga je als volgt definiëren. Als je met labels werkt, dan doe je label dubbel punt en dan geef je de naam van je label op. We hebben de eentje die heet to do. We hebben een andere die heet het label to follow up. We hebben nog eentje, dat is het label to do, to follow up en to read. De rest halen we eruit. Aan de rechterkant zie je dan sectie naam en daar kan je een eigen naam aan geven. Dan heet het niet label dubbelpunt enzovoort, maar dan kan je zeggen mijn to-do's. Dit moet ik opvolgen. Of lezen maar, bij wijze van spreken.
Onderaan heb je dan nog een aantal opties, zoals bijvoorbeeld waar moet je meervoudige inbox komen te staan. De handigste optie is daar rechts van de inbox. Je kan hem ook onderaan zetten, je kan hem ook bovenaan zetten. Rechts van de inbox is de handigste, je gaat zo dadelijk zien waarom. Hup, onderaan wijzigingen opslaan en je mailbox gaat herladen worden. Wat je nu te zien krijgt, is aan de rechterkant zijn onderdelen. Mijn to-do's, dit moet ik opvolgen en lezen maar. Nu is het taak, of is het zaak, om die zaken aan de rechterkant in de juiste buckets te krijgen. Hoe doe je dat? Selecteren van e-mails en dan ze gaan verplaatsen naar. Belangrijk dat je daar verplaatsen naar intikt. Waarom? Omdat je ze dan uit je inbox haalt en naar een andere plek brengt. Wat wij gaan doen is ze naar een bepaald label brengen. En die labels hebben wij nu aan de rechterkant geplaatst. Dus als ik hier verplaatsen naar doe en ik zeg to do, dan verdwijnen ze uit mijn inbox. Hier heb ik ze niet meer en hier staan ze bij mijn to-do's. Ik moet ze nog opvolgen of ik moet nog iets mee doen. Dat kan ik nog later doen. Maar dus mijn inbox wordt een stukje leger. Als ik dan weer verder ga en ik heb heel wat informatie die ik bijvoorbeeld nog moet lezen, dat kan. Selecteer ik. Klik ik op verplaatsen naar en ga ik het naar to read brengen, om nog te lezen. Waarom is dat interessant? Ze zijn er nog, ik zie ze nog. Ze staan aan de rechterkant van mijn mailbox, maar ze, moet ik het zeggen, ze zorgen er niet voor dat ik een soort berg van onnodige zaken in mijn effectieve inbox heb. En dat is interessant om op die manier met je mailbox om te gaan. Dat is een van de vele tips. En als laatste nog een mooie uitsmijter, een afspraak maken van een e-mail. Waarom zou je dat in godsnaam willen doen? Wel, ik heb een mooi voorbeeld hier. Je hebt e-mails die je naar elkaar stuurt en op een gegeven moment denk je, waar zijn we mee bezig? Waarom is dit een e-mailgesprek? En waarom maken we daar geen meet-video-vergadering van? Om gewoon kort even met elkaar af te stemmen. In dat geval, als je dat ziet gebeuren, meteen aan de noodrem trekken en zeggen, ik neem het initiatief om te gaan kijken wanneer we dit kunnen inplannen. Ik heb hier zo'n e-mail, dus die kan ik hier even openen. Het is toevallig een gesprek tussen ons twee, waar ik nu heel graag een afspraak van maak. Hoe het werkt is, je gaat altijd eerst in de e-mail, je opent hem eerst. Dan klik je bovenaan op de drie puntjes, of drie bolletjes, en dan zeg je, ik ga hier een afspraak van maken. Wat je dan gaat zien is, in een nieuwe tab gaat Google Agenda openen. En in Google Agenda ga je zien dat de titel van jouw e-mail wordt de titel van je uitnodiging. En de genodigde in je agenda uitnodiging, dat zijn de mensen naar wie je je mail gestuurd hebt. En je mail die komt mooi hier in de beschrijving te staan. Het enige wat je dan nog moet doen, maar kijk daarvoor zeker ook naar een van onze andere video's, dat is bekijken wanneer dat iedereen beschikbaar is. Ik doe dat hier op basis van aanbevolen tijden. Oh, kijk, ik zie hier dat er tijd genoeg is op dit moment. Het enige wat ik nu nog doe is opslaan en we maken er even een afspraak van in plaats van altijd maar heen en weer te mailen, want dan komen we toch niet tot de conclusie die we nodig hebben. Dat was de laatste tip. Dat lijken me wel geweldige tips, Jonas. Ik ga ze zeker zelf proberen. Nu, als de mensen thuis ook nog meer tips en tricks willen rondom Google Workspace, kijk dan zeker naar onze volgende video's in deze reeks. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan krijgen ze rechtstreeks in de... mailbox.